900.000 abonnees. Abonneer! Octodad! Vandaag zijn wij een octopus. Oh, god de f***! En we moeten doen alsof we geen octopus zijn. Ze herkennen me! Nieuw game! We gaan trouwen. Daar is mijn dametje, jongens. Daar is mijn vrouwtje. Waarom kijkt ze zo verdrietig? He's always late. Ik ben altijd te laat? Wat? Nou, daar zijn we dan, jongens. We moeten alle rotzooi van de tafel afhalen. Willen jullie vaker Octodad? Druk op het duimpje omhoog. Abonneer, zeg. Geef ons meer octopus! Laten we hier alles eraf smijten dan maar. Kom op. Laten we dat even mooi doen. Want we zijn te laat voor mijn trouwerij. Oké, we moeten nu de kussens weghalen. Oké, daar ben ik... Oh my god, het blijft plakken. Oh! Dat is een sleutel. Oké, laten we die eventjes pakken. Rustig. En die moeten wij zo te zien hierin plaatsen. Oké, let's do that. En open het kabinet. Laat dat even... Oké, ik heb alles zo te zien gemold. Laten we naar voren lopen, jongens. Oh, dit is nu echt al een irritante besturing. Mijn naam is Ronald Fledden en ik ben een YouTube gamer. Vandaag laat ik jullie zien wat ik allemaal doe op een dag. En de beelden zijn gebaseerd op jullie reacties. Ik word elke dag heerlijk wakker en het eerste wat ik doe is het kijken naar reacties. Door de Samsung Galaxy Z Fold 4 is het namelijk makkelijk. En natuurlijk heel fijn om verschillende soorten social media's platform tegelijk te lezen. Omdat je twee schermpjes hebt. Daarna ga ik lekker douchen en als dat is gedaan, doe ik lekker mijn haar, jongens. Heerlijk. Als dat is gebeurd, ga ik meestal lekker ontbijten en kijk ik ondertussen een video op mijn telefoon. Namelijk een beetje inspiratie doen wat ik voor jullie kan opnemen, want voor mij is het namelijk super belangrijk dat ik jullie een glimlach op jullie gezicht tover. Jeetje, ik schaam me kapot. Want communicatie met de kijkers is voor mij echt super, maar ook echt super belangrijk. En als ik een game heb gevonden, ga ik het opnemen, ga ik het meteen editen en gooi ik het meteen online, zodat jullie kunnen lachen. En in de avond is het meestal tijd om lekker te chillen door een spelletje te spelen of een film te kijken. En dit is wat ik in mijn dagelijks leven doe. Voor meer info over de Samsung Galaxy Z Fold 4, check het zeker weten in de beschrijving. Hopelijk vonden jullie mijn leven spannend. Ik heb mijn spiegel nog vast, laat hem los. Hij zit in me. Oké. Oh, laten we de deur gaan openen. Op naar de trouwerij, jongens. We openen de deur. Kunnen we nu tenminste naar onze dametje toe? Ik zie daar een rood knopje. Oh, die voel ik wel, jongens. Vind je een tuxedo? Nee, ik moet eerst even wat anders doen, hoor. Eerst eventjes wat anders doen. Even op het knopje klikken, hoor. Oké, dit was leuk. Ik zie daar een slot op de deur, dus wij gaan deze kant wel eventjes op. We openen de deur. Hé, daar is mijn tuxedo, jongens. Oh, waarom doe ik de deur weer... Doe hem open! Nu kunnen we tenminste onze pak even aandoen. Wat zien wij er nu beeldig uit? Op naar de trouwerij. Naar onze dametje. Als er vanavond niet gefriemeld wordt... Ik heb de taart kapot gemaakt. Als er vanavond niet gefriemeld wordt, dan weet ik het ook niet, hoor. Oké, laten we deze deur openen. Er lokt de hal door. Waar is de sleutel? Oh, hier gewoon. Oh, de besturing is zo rot. Oh, aan de kant, jongens. Ik moet de deur hier openen. Ik kom eraan. Waarom liggen hier overal banaantjes? Kunnen we die ontwijken? Alsjeblieft. We hebben die gewoon ontweken, omdat ik zo goed ben. Ah! Daar komt de bra... Oh, we zijn er nog niet. Vind je strikje? Oké, die hebben we nu tenminste gevonden. Waarschijnlijk moeten we er iets op keilen, hè? Huh? Ah! Oh, god. Je hebt iets gesloopt. Oké, op naar de trouwerij, iedereen. Waarom is deze deur dicht? Oké, laten we deze omhoog drukken. Oh, dat was wel makkelijk. Daar komt de bruid. Hé, ik wil dat hoedje hebben. Kom, geef me dat hoedje. Geef me dat hoedje. Hoe kan ik... Ga naar boven. We hebben het hoedje en die plaatsen we op ons kopje, toch? Fancy fancy. Waarom zit mijn hand nog vast? Kom op. Mensen zijn aan het kijken. Als je een rotzooi maakt, dan zie je er verdacht uit. Ze mogen natuurlijk niet achterkomen dat ik een fucking octopus ben. Oké, laten we gewoon doorlopen. Waarom liggen hier overal banaantjes? Hey, schatje. Zoek de sleutel. Nou, die ligt hier natuurlijk gewoon in het doosje. We hebben hem gewoon meteen. Oh my god, haal hem eruit. Nee, ik heb je hulp niet nodig. Ik zit vast in de doos. Oh, jij ziet er knap uit. Ik zou je doen. We zijn officieel getrouwd. We hebben het ringetje. Krijgen we een friemelscène? Zoenen, zoenen, zoenen. Oké, we worden wakker op bed. Oh, we hebben kinderen. Oké, we moeten zo het zien naar de keuken. Oh, wat een klootgeluid. Is hier ergens een alarm? Oh my god, shut up. Shut up. Oh my god, waarom maak ik hier alles kapot? Ik probeer hier alleen het alarm af te doen. Kom op. Oh. Oké, waar is de keuken, jongens? Laten we er zo casual mogelijk naartoe lopen. Oh god. Goedemorgen, kinderen. Waarom zien jullie er normaal uit? Ik kom eraan, schatje. Ja, ik ben eindelijk wakker. Jij bent een slaapkop. Shut up. Maak wat koffie. Hoe gaan wij nou weer koffie maken dan? Oké, ik zie daar een koffiekan. Die kunnen we wel even meenemen. En nu moet ik waarschijnlijk dat koffie daarboven pakken, hè? Denk ik tenminste. We doen het oprecht ook nog gewoon heel erg goed. Ha!
En dan gaan we nu de koffie aanzetten. En dan kunnen we nu tenminste even genieten van onze middag. Terwijl we koffie maken, moet ik melk drinken naar Stacy. Oké. Hey, laten we naar voren. Waar ligt melk? In de koelkast. Hey, kan ik jou electrocuteren? Oh, daar is melk. Oh, niet bier. Dat wil ik niet. Hier, weggooien ermee. Ik heb melk nodig. Nee, ik heb geen... Oh. Hey, we hebben eindelijk melk. En die moeten we naar... laten we die brengen naar mijn dochter. Ik moet ook nog inschenken. Oh, dat was wel makkelijk. Ze zijn wel holsom, oké? Ze bedanken me voor de melk. Koffie is klaar. Waarom is mijn leven zo zwaar? Het enige... Waarom zit er nu weer een stoel aan me vast? Oeh. Ze heeft koffie voor me. Oké, laten we koffie drinken. Nou, nu hebben we dat gedaan. Hier, en weggooien. Ga naar de tuin toe. Oké. Laten we dat even mooi gaan doen. Grill en serveer burgers. Oh my god, dat is al zo lastig. Oh, we moeten meerdere dingen doen. We moeten grillen. We moeten maaien. We moeten de tuin onderhouden. En we moeten hout hakken. Ja, laten we dan even beginnen met serveer. Oh my god. Oké, tijd om burgers te maken. Wie wil er allemaal een burger? Oh, kom op, niet laten vallen. Oh, god the fuck. Pak hem. Kan ik er meteen twee plaatsen of is daar geen plek voor? Oh, daar is wel plek voor. Onze eerste hamburger is klaar. Pak hem, wordt hij verbrand. Nee, kom. Ze liggen misschien op de grond, maar zo gaan wij de perfecte burgers maken. Oké, onze eerste burger. Hier, mijn ander ligt ook nog gewoon op de grond. Ik mag niet opvallen, hè. Mop. Op. Plaats het. Laat het vallen. Oeh, skills. Oké, ik moet nog eentje maken. Die ligt hier op de grond. Laten we het pakken. Kan ik hem gewoon zo ophouden en gewoon mijn handen vasthouden? Oh, dat werkt zo te zien ook. Ik ben zo big brain. En onze burger is klaar. We did it. Hier, neem ketchup. Neem ketchup, dametje. Neem ketchup. Hier, over je heen. Dat is bloed. Wacht maar tot je 13 bent. Oh, nu moeten we al het onkruid eruit halen. Maar ik mag natuurlijk niet opvallen, hè. Dan gaan we. Laten we dit naar de buren gooien. Dan valt het niet op. Ha! Oh god. Ah! Oké, voel dit, buren. Haha! Get wrecked, motherfuckers. Pak het op en gooi het naar de buren. Ah! Oh, we did it. Het is tijd om te maaien. Hoe gaan we dat doen? Zeker hierin, hè? Tuurlijk is er zoveel bende. Oké, pak die grasmaaier. Moet ik er eerst alles uithalen? Pak die stinkgrasmaaier. Klote octopus, pak die gewoon. Oké, tijd om te maaien. Easy peasy. Ja, sorry jongens, de besturing is zo lastig. We hebben bijna alles gegrasmaaid. Dan is alles weer zo goed als nieuw. Voor mij hoeven we nog één stukje te doen. Dat is deze, letterlijk. Kom op, lopen naartoe. Lopen naartoe. We did it! Oh, nu moet ik hout hakken. Oh, hier gewoon? Oké. Waarschijnlijk zijn we hier hartstikke slecht in, of niet? Oh, dit was wel makkelijk. We hebben meteen al eentje kapot gemaakt. Hoeveel moeten we trouwens doen? Alle drie? Tijd om het volgende... Oh my god, die besturing. Pak dat klote ding even. En... Ho, 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 ho. Ja, oh, ja. Oh. Waarom is dit zo lastig? Ha! Oké, nog eentje te gaan. Dan hebben we dit allemaal gedaan. Zo enorm goed. Ha, 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 hi, ha. Oh, dit was het. Zo te zien viel het vogelhuis om. We moeten die weer ophangen. Tuurlijk, kiddo. Tuurlijk doen we dat, jongen. Oké, we gaan het even... Wat hoor ik? Ik hoor iets. Maar ik weet niet wat. Hallo? Oké, laten we die even... Hey, we did it! Oh, wat de hel? Een chefkok? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Pak het hoofdje of zo. Wat moet ik doen? Moeten we die in mijn tuin kapot gooien? Oh. Yeah, we did it. Is hij dood? I have a surprise for the whole family. Een surprise for the whole family. We gaan naar een aquarium. Volgens mij wil hij niet naar een aquarium toe. Can't you make an exception this time? For me? Hij wil niet voor haar naar een aquarium toe. Wij krijgen relatieprobleempjes. We need to go to the grocery store. Oh, we gaan naar de supermarkt toe. Oh, oké. We zijn in de supermarkt beland. Bevindt een bevroren pizza. Oh god, ik maak er meteen al echt al een bende van. Hoi, doe normaal hoor. Shut the fuck up. Ah, zo te zien is alles dicht. Alles is dicht van de bevroren pizza. Maar wij moeten er eentje pakken. Dus we moeten waarschijnlijk hier doorheen op zoek. Ja, kom op. We komen hier naar boven. Hoe gaan we dit doen? Oh, dan moet ik waarschijnlijk ook nog terug, hè. Ik vind dat nu al echt al helemaal niks. God, er komt een dametje aan. Laten we zo kerstom mogelijk acten. Oh, koop mij. We kunnen ons zo er gewoon doorheen. Waar zijn we? Waar ben ik in één keer beland? Hallo? Oh, we hebben wel nu een pizza. Zo goed. We hebben een pizza. Oh, en nu moeten wij cornflakes halen. Laten we het doen. Op zoek naar cornflakes, guys. Kom erop, dametje. Ik mag je niet. Cornflakes, waar gaan we dat vinden? Moet ik oprecht hier naar boven klimmen om... Oh my god, om soda te pakken. Maar ik was nog bezig met corn... Ik val nu al naar beneden door al dat prik. Oh my god, Kate. Naar boven klimmen. Kom op.
De besturing is zo rot. Wacht, misschien kunnen we hem zo pakken. Wacht, ik denk als we hier staan, kunnen we hem wel te pakken krijgen. Ga slim zijn. Kom nou hier bij Octopus. Hey, we got it. Zo goed, Octopus. Al chocolademelk. Oké, okay, laten we dat even mooi gaan doen. Nee! Hey, zij heeft de laatste cornflakes. Kunnen we die jatten? Kom, we gaan hem snel jatten. Kom, snel. Kom, we gaan hem jatten. Kom op. Stelen. Is dat bad, Steve? Nee, die is nu van mij. Nee. Oké, okay, wegwezen. Hé, hey, we hebben nu de cornflakes. Hé. Hey. Oké, okay, dan moeten we nu chocolademelk vinden. My kids need their sugary cereal fix. Hé, hey, dat boeit mij echt geen kloot hoor, dat jouw een kind dat nodig heeft. Wij hebben chocolademelk nodig, maar waar we die gaan vinden... Weet ik niet. Ja, ik krijg zo'n chocolademelk, maar ik weet niet waar die is. We moeten hier een bende van maken. Hey, weg. Weg, melk. Waarom kan ik daar niet bij komen? We moeten een manier vinden om hier bovenop te komen. Kijk me niet aan! Ik ben bezig om chocolademelk te pakken. Oké, en ik denk dat we nu de chocolademelk kunnen pakken. Yeah! Oh, we moeten sushi pakken. Maar die was achterin. Oké, ik heb wel zin in lekkere sushi. Oh, dan moeten we hier langs. Waarom sta je mij aan? Ik sta jou toch ook niet aan, vriend? Oh, we moeten niet deze kant op. Cringe. Kijk, ik denk dat we hier overheen moeten. Oh, daar ligt sushi. Oh, die wil ik wel hebben. Ik zie daar iemand achter. Okay, laat hem pakken. Kijk, check dit. Oh, heerlijk. No! Het is de chefkok! Oké, wegwezen. Voordat hij ons te pak krijgt, we moeten wegrennen. Oké, maar dat is wel easy peasy. Maar er liggen overal bananen. Oh nee, hij zit nog zo... hij neemt wel lekker zijn tijd. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus we gaan gewoon overal overheen lopen. Oh, was dit het? Oh, we did it. Yeah, Octodad! Fuck yeah, oké. What were you doing back there? Ja, ik hoorde sushi. Ik wilde daar naar achteren. Nee, hou je mond. Ik moet afrekenen. Soms wil ik gewoon niet met je praten, dametje. Oké, laten we alles afrekenen. Oké. Zeg niet dat ik straks alles in het mandje moet doen, want dat zal een hel zijn. Oké, we gaan... Nu hoef ik alleen nog de pizza af te rekenen. And we did it! Maar ik wil niet naar de aquarium. You can come to the aquarium with your family. Ja. Or you can walk home alone. Ah, dan gaan we wel naar een aquarium toe. Kijk hoe verdrietig ik nu ben. we zijn bij het aquarium. En ik zie er heel erg angstaanjagend uit. Ja. Heeft die dame nog steeds gewoon niet door dat wij een octopus zijn? En heeft deze dame nog steeds niet door hoe zo'n gast zulke kinderen kan krijgen? Zij is vreemd gegaan. Zij is vreemd gegaan. Anders kun je niet zulke kinderen krijgen. Oké, ik pak je coupon wel hier. En nu moeten wij onze ticket inleveren. Oké, we maken er gewoon een bende van. We dringen gewoon door. Kom op. Klote touwtjes. Hallo. Ik kom hier een ticket inleveren. En oké, nu dat we dit hebben gedaan. We zijn gewoon volgedrongen. Kunnen wij onze ticket pakken? We did it. Oh yeah. Waarom zitten jullie nou te boeien? Omdat ik voor zat te drinken? Sorry dat ik er een bende van heb gemaakt. Oh nee, ze herkennen me. Ze herkennen me. Oké, we moeten ze proberen te ontwijken. Dus we gaan gewoon door de gift shop heen. En dan kunnen wij namelijk daar de ticket even inleveren. Nee, je mag geen vis zijn. Dat wil je niet. Oké, laten we de ticket inleveren. Hallo? Lever de ticket in. Ga naar binnen. Oh nee, maar daar staan ook al mensen. En ze herkennen me. Ik denk dat het beste is als wij achter deze octopus... En natuurlijk laat ik hier alles vallen. Oh! Hij mag ons niet zien. Hij mag ons niet zien. Kom, we gaan gewoon naar boven sprinten. En daar zijn we dan. Oh, Finn, Stacy, Scarlett en Tommy. Oh, natuurlijk moet ik dat weer doen, hè. Oh god, ik zie daar een haai. Gio! Maar we moeten inderdaad dus de mensen vinden. Guys, dat doen we in de volgende aflevering. Als jullie een volgende aflevering willen...